Hey, wat doe jij nou? Het is best wel hoog hoor. Ik kom eraan. Spring maar even af, Tijn. Tijn, spring maar even af, dan kom ik eraan. Nee, niet hier naartoe. Andere kant. Hallo allemaal, we zijn weer met ons vlog. Ik ben nu... Ja, waar ben je eigenlijk? Een berg aan deze rotsen aan het beklimmen die hier aan de zijkant liggen. Wat voor mij dus een berg is, om daar te komen. En wat is daar dan? Dat is een hele grote kerk, nou bijna de allergrootste van de hele wereld. Zo. Bijna mag ons een chicken. Ik denk dat ik je in de toren kan zien. De Eiffeltoren. Ja, daar. Het enige puntje daar. Je hebt gelijk, dat is hem. Echt? Ja, dat is hem echt. Ja, ik kan de Eiffeltoren zien. Wow. Mam, kijk dan. Kijk, dit lijkt wel de stam en dan lijkt dit wel het boompje. Zo. Oh! Mama! Speciaal werkje! Oh, wat mooi. Een speciaal werkje gevonden. Ja, kunst. Nou, we zijn nog maar amper een paar uurtjes verder. Maar we hebben alweer heel wat avonturen beleefd. We zijn bij de Sacré-Cœur geweest. Tijn is in de draaimolen geweest. Heeft heel veel parcours afgelegd, een soort survivalbaan. We hebben gekeken bij Montmartre, bij alle kunstschilders. En ja, zijn we nu. We zijn een hoop oplichters tegengekomen die ons van alles wilden verkopen en daarvoor voor veel te veel geld. Heb jij ook iets gevonden wat je lekker vindt? 1 euro voor 5 zulke Eiffeltorentjes. Heel klein leuk speelgoed. Wat? Dat is toch niet duur? Nee. Nee. Blij hoofd. Ik heb je nog nooit zo blij gezien met een cadeautje. Niet handig. Kleuren doof? Ja. Wat is dat? Voor mij doof en dan hoor je van alles alleen. Je hoort wel van alles maar. Je kunt de kleuren niet horen. Nee. En dan ben je wel kleurendoofje. Oh, baas. Pas op. Stop. Ik heb een Eiffeltoren die licht kan geven. Dus dan het lichtboxje. En dit is dan de Eiffeltoren. Wow. Van wie krijg je dat soort lelijke cadeautjes? Van lelijke? Nou, wat denk je zelf? Nou, dit is niet lelijk hoor. Heb ik van mijn moeder gekregen.